Station Nieuwland. Hey oma. Dag lieve. Ik ben er. Kunt u mij komen ophalen? Heertje. Alsjeblieft. Hé, hey, gaat werken, joh. Nou, ik probeer een berichtje te versturen, maar de internet doet alweer niet. Wie moet jij een berichtje sturen dan? Rebecca. Rebecca van de slager of Rebecca van de dominee? Nee, van de dominee. Ja, dag, dat gaan we niet doen. Hoezo? Ja, dat gaat toch alleen maar gezeur opleveren? Noem jij eens een ander knap vrijgezel meisje die hier woont. Ik wacht. Hè? Huh? Je weet niet, man. Ik ga naar Bekken. Heb ik geen meteen. Nee, jij gaat niet. Jij gaat lekker werken. Oké. Okay. Hup. Hi. Weet u niet toevallig waar dit adres is? Ja, dat is het adres van Mien. Dan moet je even hier naar buiten, rechtdoor en dan links de hoek om, loop je er zo tegenaan. Oké, okay, thanks. Kan ik wat te drinken voor je inschenken? Verse muntthee met een klein beetje honing. Dat hebben we helaas niet. Gemberthee met sinaasappel? Welke thee heb je wel? We hebben deze alleen. Ik ben trouwens Dylan. Hi. Ik ben Nikki. Hi. Hi, ik ben Emma. Wat kom je in zo'n mooie dorpje doen? We wonen. Ah. Wat, serieus? Ja, bij mijn oma. Oh, je oma is Mien. Dus Vera is jouw moeder. Ja, hoe weten jullie dat allemaal? Nou, mijn moeder was vroeger bevriend met Vera, beste vrienden. En nou, ons kent ons hier, dus vandaar. Wie is je moeder? Esther. Ik zou graag een keer willen ontmoeten. Dat wordt een beetje lastig, denk ik. Oh. Het is niet erg. Ik ga even glazen ophalen, ja? Ja, is goed. Ik heb anders wel een foto voor je. Kijk. Dit is Vera. Met Esther. En dit is mijn vader Sander. Dit is Rosalie, die is getrouwd met Hans Verboon. Dit is zijn broer Maarten Verboon. Dit is Susanna en Patrick. En dat is de oom van Dylan. Mooie foto. Ja. Leuk jullie te ontmoeten. Hoeveel is de thee? Hallo? Willen jullie nog wat drinken? Ja, een koffietje. Een koffie? Doe maar cola. Dit meen je niet, hè? Je denkt ook niet dat je hier zomaar binnen kan komen? Dus even rustig. Open wat een klootzak. Zijn gewoon eens drankje in. Open het je. Dylan. Hey, ga jij even zitten? Je laat hem hier toch niet eten? Ga jij maar afkoelen achter de bar, ik regel dat zelf wel. Wat kan ik voor jullie inschenken? Alles oké? Okay? Die gozer is zo'n klootzak. Wie is dat dan? De ex van Emma. Maar het is ingewikkeld. Koffie. Sparrood. Emma, het is oké als je wilt dat we gaan, hoor. Emma is niet meer boos op mij. Toch? Thee graag. Ziet er wel goed uit. Koffie? Graag. Waarom laat ze hem hier dan zitten? Dat weet ik niet. Nou, je koffie. Zullen we binnenkort even praten? Mis je me niet?
Hey Thomas. Wat? Kan je gewoon gaan? Hey, maak niet zo druk. Ja, ik ben wel top. Genoot je er niet van? Thomas. Thomas, ik. Ik zie niet wat het lijkt. Ik moet het uitleggen. Op zich. Klootzak. Moet gaan. Ik ga normaal. Laat op. Doe de groetjes. Yo, zal ik doen. Ciao. Is het weer aan tussen die twee? Nou, ik zou het niet weten. Ik houd nooit bij met die twee. Kom je ook? Ik is toch niet naar oma, man. Ik ga eens even naar huis. Jij wel. Echt, die Emma is zo gestoord. Ik ben blij dat we daar niet meer mee omgaan. Ik vond het wel terecht. En grappig. Ben je serieus? Thomas is toch een klootzak? Nou, ik vind het niet kunnen. Zeker niet in zo'n openbare ruimte. Ik ben benieuwd wat de mensen ervan gaan zeggen. Nou, boeien. Nikki! Wat fijn dat je er bent. Ga lekker zitten. Ik heb thee gezet. Lekker. Heeft u een mooi huis? Ik kan niet geloven dat ik hier nog nooit eerder ben geweest. Ja, ik ging vroeger altijd graag naar jullie in de stad. Kijk, verse munt. Uit eigen tuin. Je moeder zei dat je dat graag dronk. Ja, heerlijk. Ik had je eigenlijk al eerder verwacht. Ja, ik kon het niet vinden, dus ik heb de weg gevraagd bij een café. Oh, je bedoelt het Brandpunt. Gezellig daar, hè? Ja, heel. Heb je nog leuke mensen ontmoet daar? Dylan en Emma. Van Esther. Lieve meid. Hoe weet u dat? Ja. Als ik nu een scheet laat, dan vertelt de buurvrouw dat vanavond bij de theeclub. Dat is zoals je in een dorp woont. Iedereen weet altijd alles van iedereen. Heftig. Esther, is dat een vriendin van mama? Die twee waren onafscheidelijk. En je moeder heeft zo gehuild toen Esther overleed. Ik zeg alleen maar dat je altijd goed op je centen moet letten. Zeker bij zulke mensen. Hallo allemaal. Hoi. Waar is Thomas? Omkleden. Hij komt zo. Ik hoorde net dat hij hete thee in zijn gezicht gekregen had. Maar van wie heb je dat nou weer gehoord? Nou, tante Suzanne werd net gebeld door Kees. Hanneke zat in het café toen het gebeurde. Dat zie je wel. Ze praat er nu al over. Nou ja, het was spaarrood en hij heeft het verdiend. Nou, daar zijn we het niet over eens. Oma. Hey. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hey, Nichie. Nichtje, ik ben jouw grote en wijze nicht. Absoluut waar, ja. Ben je alleen gekomen? Gelukkig wel. Olivier komt zo, hij is nog even klussen in het huis. Hij wil het graag helemaal af hebben voor de bruiloft. Ah, oké, ja. Ja, het is al snel, hè? Ja, maar het is nog niet te laat, hè? Je kunt nog alles afzeggen. Goeiedag allemaal. Hey, lieverd. Hij schat. Nee, ik hoef geen bloemen van het te kampen. Oma, neem het gewoon aan. Het is oké. Okay. Nee, dat is het echt niet. Angelique, even de menu. Jullie doen zo denigrerend tegen Olivier. En waarom? Omdat hij een van Kampen is? Over een maand zijn we getrouwd en dan heb ik ook zijn achternaam, hè? Gaan jullie mij dan ook anders behandelen? Dat heb je in eigen handen, Angelique. Kom, ga eens. Nou, hallo allemaal. Hoi, Thomas. Hoi. Zie je er leuk uit? Ja, dank u wel, oma. Ben je laat? Ja, sorry. Er is iets tussen gekomen. Al een beetje bijgekomen.
Ach, laat dat meisje toch. Ze is gewoon nog een beetje verliefd op mij. Kan dat je jongens? Ja, lekker pap. Hé, ik denk dat ik naar huis ga. Ik voel me niet zo lekker. Oh, oké. Okay. Wil je dat ik meega? Ik kan blijven slapen. Nee hoor, nee hoeft niet. Het is gezellig hier en iedereen mag hier dus. Waar gaat Luca zijn? Laat hem maar even. Zijn gesloten. Ja, dat weet ik. Wat kom jij doen? Ik kom excuses aanbieden voor vanmiddag. Dat is lief, maar jij bent niet echt de persoon die sorry moet zeggen. Oh, je hebt hem nog steeds hangen? Ja. Blijft een leuke foto. Ook al zijn we niet echt meer vrienden. Waar is Dylan? Die had nog huiswerk. Sommige dingen veranderen nooit. Kan ik anders helpen met opruimen? Nee, ik meen het. Kan je afwassen? Tuurlijk. Ik was. Jij droeg af. Oké. Okay. Oh. Ja, waarom help jij mij? Omdat, gewoon. Oké. Okay. Lieve Beer, weet dat ik deze brief niet stuur om je terug te winnen. Ik kan dit niet langer voor me houden. Toen ik uit Nieuwland vertrok, was dat niet voor mijn nieuwe baan. Het was te zwaar om nog bij jou in de buurt te blijven. Dat over jou heen komen bleek moeilijker dan ik dacht. Ik bleek zwanger te zijn van jou. En het is een meisje geworden. Ze heet Nicole. Nikki. Ik weet ook niet of ik je deze brief ooit ga versturen. Ik wil jullie leven in Nieuwland ook niet overhoop gooien. Ik heb je niet nodig en ik red me wel, zoals altijd. Het gaat je goed, Beer. Liefs, Vera. Wie van jullie is Beer? Nog bedankt voor vanavond. Ik was eigenlijk echt heel erg moe. Graag gedaan. Nou, slaap lekker. Tussen.